Hey, leuk dat je kijkt. Ik ben Grace en vandaag gaan we een leuk wandlampje maken voor in de kinderkamer. We gaan dus vandaag een leuk lampje maken voor in de kinderkamer, of eigenlijk voor bij ons in de babyhoek. En onze babyhoek heeft als thema bos. We hebben ook een boompje en het leek me nou leuk om daar een leuk houten wandlampje te maken in de vorm van een vogeltje. En dat ga ik dus aan jullie stap voor stap laten zien hoe ik dat aanpak in deze video. En daarvoor heb ik ook een nieuwe tool, namelijk de Dremel. En die ga ik gebruiken om mijn figuurtje te figuurzagen en om te schuren. En in ieder geval, het is echt een multi-tool, dus die gaan we vandaag ook gelijk eventjes uittesten. Maar allereerst is het goed om te weten dat we dus het lampje gaan maken van hout. Nou heb ik een heel dun plankje nog over van de platen die wij tegen de wand hebben gezet om te behangen. En hierop ga ik het figuurtje uittekenen die we graag willen. En dan laat ik eerst dat zien, hoe je dat allemaal doet. En daarna laat ik je dan zien hoe je dat dan transformeert in een lampje. Ik heb op mijn iPad al een voorbeeldje getekend hoe ik ongeveer het vogeltje wil hebben. Dus dat ga ik nou proberen om met de losse pols op het hout te tekenen. Zo, laten we aan de slag gaan. Ik heb het vogeltje nou getekend en dan gaan we hem nu uitzagen. Voor het uitzagen van mijn figuurtje ga ik dus aan de slag met de Dremel en met deze accessoire, de Cutting Kits. Dus die ga ik er eventjes op monteren en dan gaan we zagen. Ik heb deze zelf ook nog niet geprobeerd, dus we gaan er samen afkomen hoe het allemaal werkt. Gelukkig zitten er natuurlijk ook instructies bij. Oké. Hiermee gaan we dus zagen. En je kan hier zien, je kan hier dus de millimeters instellen. Dus je kan bepalen hoe diep je gaat. Nou heb ik maar een dun plaatje. Hoe dikker je plaat is, hoe verder je hem natuurlijk wil doen. En als je maar een klein stukje erin wil, dan zet je hem dus weer helemaal uit. Zo kan je ook een beetje frezen. Zetten we natuurlijk de plank goed vast met lijmklemmen. Dan kan je de Dremel straks echt met twee handen goed vasthouden. En hier heb je dus een spiekgaatje. Dus ik denk dat ik er even lekker bij ga zitten. En dan kunnen we hem zo uitzagen. Nou, laten we beginnen. Ik ga in ieder geval wel eerst eventjes de Dremel testen hier op een stukje wat ik niet nodig heb, gewoon om eventjes te testen. Dus bril op, van de splinters. En dan gaan we. En het wordt geadviseerd om eerst zo schuin te beginnen en dan erin te doen. Dus we zetten hem dus schuin en dan gaan we erin. Zo ga ik eerst even testen. Oké. Dan gaat hij start. Vind ik. Iets harder dan dat. Je moet hem echt heel stevig vasthouden. En er komt nogal wat zaagsel dan af. Dus ik zet ook even mijn stofdingetje op. Extra veiligheid nu, hè. Zo mond, nu veilig, ja. Je moet hem dus wel echt goed met twee handen vasthouden, maar dan kan je het echt heel erg mooi op je gemak de lijnen maken. Zo, daar is ons vogeltje. En ik ga hier nog kleine sneetjes in maken waar dan straks het licht doorheen kan schijnen. Kijk, laat even zien. Kijk. Krijgt echt al een hele leuke vorm. Nu zie je natuurlijk al die gezaagde randen, maar bij de dremel zit dus ook een opzetstukje om te schuren. Dus dat gaan we nu doen. Zo, dit is helemaal klaar. Ik kan hem straks lekker verven en dan ga ik jullie ook laten zien dus hoe je er nou een lampje van maakt. Ik ga jullie nu dus laten zien hoe je dan een lampje ervan kan maken. En dat is eigenlijk door er een soort houten bakje achter te lijmen. En in dat bakje zit dan dus weer de fitting met het lampje. En zo kan je hem ook ophangen aan de muur. Maar we gaan dus allereerst het bakje maken. Dus ik heb al het op maat laten zagen. Alle dingetjes die ik nodig heb hiervoor. En die gaan we dan eventjes met een paar hulpstukjes elkaar lijmen. Dus kijk, je gaat zeg maar. Kijk, dit wordt mijn onderplaatje. Achterplaatje. En zo krijg je zeg maar een houten bakje waar je dan straks hierin een gaatje maakt en de fitting in bevestigt. Dus deze ga ik zo lijmen eigenlijk. En zo laat je het dan even drogen. En dan leggen we dit eventjes aan de kant en dan gaan we even de fitting alvast maken. Want dit is de fitting die we gaan gebruiken. En ik heb dit strijkijzersnoer wat we nog hadden, wat heel erg mooi bijpast. Dus ik ga even dit snoer hier aan vastmaken. En dan heb ik nou de snoer eraan. Kijk, we kunnen hem al even testen. De snoer erin. Ja, hij doet het wel. En nu is dit dus aan het drogen. Hè? En er komt ook een bodempje in. Dat is dit plaatje. Dit is straks het bodempje. En daarin moet de fitting komen. Dus ik ga dit eventjes een rondje aftekenen en dan gaan we dat weer eventjes uitzagen met de dremel. Het gaatje zit er nou in gelijmd. Nou kan je dus de fitting erin lijmen, of je kan net als mij er een verdikking omheen plakken met bijvoorbeeld gaffer tape of washi tape en dan kan je hem gewoon straks zo erin doen. Dan hieronder vastschroeven en dan zit je lampje op je bodem. Maar eerst gaan we dus nou eventjes de bodem lijmen op de rest van het plankje. Dus die komt hier zo op. En dan kan dit weer drogen. Zo, mijn bakje is nu gelijmd, zoals jullie kunnen zien. Die zit dus vast. En deze gaan we dus lijmen op ons vogeltje. Dus ik ga hem dus eigenlijk zo lijmen. En dan vliegt hij zo. Dus hij vliegt niet naar beneden, hij vliegt zo. Het bakje zit er nu aan vastgelijmd en ik heb ook gelijk eventjes 2 gaatjes gemaakt. Dat kan ook met de Dremel. En dit is om het straks aan de muur te bevestigen. Kijk, dan doen we hier een schroefje. Dan doen we in de muur een stukje uit laten steken en dan kan het schroefje er zo woep, er doorheen en dan zo omhoog eigenlijk. Dus vandaar dat ik dat heb gedaan. En dan kun je de fitting pakken. De bovenkant is dit van de fitting. En die kan je gewoon zo, kijk, in het bakje steken. Die blijft hier aan haken. Dus die kan hier zo doorheen. En de onderkant draaien we er dan aan vast. Zo. Kijk. Ziet er zo uit. En dan hierin kunnen we het lampje draaien. En dan is je lampje eigenlijk klaar om opgehangen te worden. Maar je kan natuurlijk ook nog eventjes het bakje ook verven. Zodat als je hem bijvoorbeeld ziet aan de zijkant straks het lampje hangen, dan is het wel fijn dat deze ook geverfd zijn. Dus dat ga ik nog even doen. En dan hangen we hem op.